Aan de buitenkant ziet het kasteel er nog redelijk goed uit. Alleen de schoorsteen is uit veiligheidsoverwegingen van het dak gehaald. Binnen is het een heel ander verhaal. Het is helemaal gestript, het is helemaal kaal. Het is eigenlijk klaar om het een andere bestemming te geven. Maar het zou mooi kunnen worden. Voordat het mooi kan worden, moet er een andere manier bedacht worden om aan de benodigde 1 miljoen euro te komen. Gelukkig zijn daar nog ideeën voor. We willen wel een grote actie gaan houden nog, intern. Om te kijken of wij brood op de plank kunnen krijgen. En mensen kunnen interesseren om een bijdrage te leveren aan de realisering van het hospice. Waarom is het zo belangrijk dat dit helemaal gerenoveerd wordt? Nou, het is belangrijk, denk ik, voor de stad Eindhoven en de omgeving om dit als monument te bewaren. En het is belangrijk om het doel, zeg maar, de uiteindelijke bestemming van dit pand is het vestigen van het hospice. En daar maken we ons hard voor. Een van de bewoners uit de buurt ziet het in ieder geval wel zitten om in het kasteel te wonen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Ja, kasteelvrouwen, hè? Mocht het zo zijn dat ze vanuit filantropen en sponsoren niet genoeg geld kunnen krijgen, is er altijd nog plan E. Nou, als iedere Eindhovenaar 5 euro geeft, dan is 200.000 ruim, hè? Maal 5 euro is 1 miljoen. Dan zijn we er ook.